Wat doe jij nou? Oh, je sla je klauw op de tafel. Ja, je moet ook niet slaan op dat ding terwijl je aan het aftellen bent. Verschrikkelijk simpele. Oké. Wauw, waar zijn we? Doen we nou officiële intro's, nu we zoveel abonnees hebben? Nou, rammel er even eentje uit dan. Hallo. Nee? Welkom bij Gert en Hermien. Nee? Alle duifjes. Op de Dam. Dat is toch Gert en Hermien? Ja, toch? Ja. Tjalala. Nee hoor, dit is gewoon nog steeds Jimmy Leaf Play. Wat van. En vandaag spelen we... Het is vanavond. Het is al over 9. Vanavond spelen we Tree of Life. De map is al een tijdje uit. Ik weet dat Jokskaas het onder andere heeft gespeeld en heel veel anderen. Ik heb een klein stukje gezien. Nee, wij hebben een klein stukje gezien. En het zag er goed uit, hè? Ja, wel interessant. We zijn het van tevoren maar eerst gaan bekijken, want we hebben de laatste paar keer... maps die ons niet kunnen behoren. Oh, noem maar eens wat. We hadden iets met Death iets. Dat was rete slecht. Wat was die laatste nou? De Pharaoh's 2. Ja, Pharaoh's deel 2. Dat vond ik echt rete saai. Dat hebben we ook alweer weggegooid. Redmurk wilde nog steeds niet werken. Dus ja, het is een beetje lastig tegenwoordig om een goede map te vinden. Maar goed, dit is Tree of Life. Yes. Oh. En af en toe blijft mijn computer nog steeds hangen. Ah, lekker. Ja, jammer. Ja, dat is jammer. Nou, we gaan eens even hier op onderzoek uit. Dit is een schip, zo te zien. Ja, we zitten op een boot. Is dit al het moment dat ik die start story ding oplees? Doe maar wel, hè, denk ik. Ja, maar ik zie niet echt enorm veel bordjes. Ik zag al beneden wel iets. Maar goed, dit is dus de setting, de story. Your homeland is ravaged with famine. Daar hebben we op geoefend. Dat is een moeilijk woord. Famine, dat wordt niet zoveel gebruikt in het Engels. Famine, a drought and pestilence. So the task has been given to you to... Wat? A drought? Drought! Oh, en we zo geoefend op famine. Dan famine, ja, en dan vergeet ik drought. Het is gewoon drought. Drought, droogte. Pestilence. Wat is pestilence? Dat is toch ziektes? Ziektes, ja. Wat is famine dan? Ja, dat weet ik dus niet. Ja, volgens mij ook gewoon dood en verderf. Het zijn, toch? Het is famine en pestilence zijn ook de twee namen, of twee van de vier van de Horsemen. Of de Apocalypse. Ja, dat weet jij dan weer. Dat weet ik dan weer. Je hebt dus war, je hebt death, famine en pestilence, volgens mij. Oh. Ja. Ik weet wel wat. Daarom zijn we ook natuurlijk 60. Wiki wat famine nou is. Ja, dat doe jij zo even lekker wikiën. So the task has been given to you to find the tree of life to restore your once prosperous land to its former glory. Nou, dat gaan we dan doen nadat we de wiki hebben geraadpleegd voor famine. Je gaat het nou op je iPhone zitten tippen? Ja, jij op de iPad. Nou, ik sloop ondertussen die hele boot hier. Ga ervoor, hop. We hebben bedjes. Dat in ieder geval. Read Note 1 staat in ieder geval. En Scurvy Repellent. Ik weet ook niet zo goed wat dat betekent. Armor en weapon. Oh, we krijgen armor. Oh, goddank. De kans is iets kleiner geworden dat we moeten cheaten. Er is armor. En ik lees ondertussen note. Je zit nog boven? Hallo? Ja, ik zit de wiki te zoeken. Ik denk dat ik het al weet. Nou, ik pak ondertussen mijn... Wat famine is. Nou, wat is famine? Famine is volgens mij hongersnood. Hongersnood? Ja, dat kan. Ja, dat klopt. Oké. Nou, weer wat nieuws geleerd. Ik pak ondertussen Note 1 erbij. Gather all the supplies you need and climb the ladder to the ship's deck and see where you need to go. Oh, hadden we beneden moeten beginnen? Auw. Oh, goed, dat doe je netjes. Ja, dat is weer een halve hartje. Ja. The land you have arrived at has a mix of ruins, some old, some not as old. And that was it. That was de tekst, ja. Oké. Nou, ik zie alles wat ik had. Kistjes, kistjes? Oh, kut, nou sluit ik het met de sorry, wat? Kistjes? Ja, kistjes randzakken. Oké, ik zie er een damn, ze hebben maar één set. Nee, ik heb ook een leren set. Ja, ik heb hier een chain. Oh. Wauw. En torches. En een bow. En een bed heb ik ook. En een klok. Ik heb best veel, zeg. Ja, ik ook. Nou, ik trek die chain wel aan, maar dan moet ik zeker beloven dat ik vooraan ga lopen. Ja. Ik zit hier met crappy leather gear. Heb jij wel wapens? Ja, ik heb ook wapens. Wat voor? Hout of iron of gold of crap of shit? Iron. Je hebt ook iron? Oké. Okay. Ja. Okay. Ik heb ook een iron sword. Oeh, eten! Wauw, nom 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 nom. De rest is voor jou. Oh, die heb jij leeggeroofd. Geransacked. Geransacked. Ik vind dat een leuk woord, ransack, ja. Look for redstone torches for hints. Oh! Oh, echt waar. Redstone torches for hints. Oké. Okay. Oh, dat is handig. Wauw, dat hadden ze veel vaker moeten... Oeh, Enderman. Zag je hem? Nee, want ik ben nog bezig mijn eten te pakken. Heb je alles? Ja. Ik heb gewoon alles wat ik over heb gelaten. Wauw, dus we hebben eten en armor en we hebben redstone... Hé, je duwt me eraf. Oh. We hebben redstone torches om de weg te volgen. En een Enderman. Waar? Jezus, ja, hij staat hier op de boot. We gaan nog helemaal negeren, hè, denk ik. En heb je ook nog een Captain Scorer? Oh ja, ga er ook maar in. Er staat ook een dingetje, ja, als ik weet. Straks worden weer geburnt, hè, als we weer klei missen of wat dan ook. Dat dan kan je niet loslaten, jij, hè? Blinde oude knarren worden we dan vooruit gemaakt. Ja, minimaal 80. 60, ja. Zijn we ook, hoor. Nou ja, we zijn in de 60. Ja, dan echt. Ik voel me soms wel 60. Nou. You will be the captains you complete... Auw! Val ik weer naar beneden. Hé, maar er is ook een ijzeren deur. Ja. Hoe krijg je hem open dan? Ja, door een knupje. Ja, wel een knipje. Er is geen knupje. Tenminste, niet dat ik zie. Nee, nou, daar was ik dus ook achter. Ik zag al een kistje staan. We willen heel graag dat kistje hebben. Ja, tuurlijk. Even kijken hoor. You will be the captains... Oh, wacht. Dat moet je weer zo lezen. You will be allowed into the captain's quarters once you complete your quest. Oh. Really? Ja, maar wat heb je er dan aan? Ja, nou ja, dat zal wel echt iets heel erg stoers zijn. Echt iets zo stoers. Dat maakt het allemaal waard. Heb jij nou het glas alweer gelopen? Ja, tuurlijk. Wat heb ik er nou aan als ik klaar ben? Ja. Congratulations, you did it. Read note 20. Oh. Oh, crap. Echt. Henkie ongeduld. Ja, ik dacht dat het... Ik denk, wat heb je nou... Je gaat het toch niet geven als je klaar bent? Nou, het is... je vindt het alweer ruk. Moeten we alweer stoppen? Nee, nee, nee. Zeg ik, waarom moeten we nou weer stoppen? Dat zeg ik toch niet? Hier zo, pak een boot. Hop. Hop. Zo, ik zit in een bootje. Oh, dat bootje gaat altijd de verkeerde kant op. Dus, redstone torches. Super. Ik zie daar wel iets... is dat klei? Nee, dat doet me niet, hè? Jij bent een beetje allergisch voor klei, jij nu, hè? Ja, het spijt me, hoor. Maar ik heb er teruggekeken, hè? En we hebben echt wel heel veel klei gemist. Ik was ook helemaal niet mee bezig met die klei. Nee. Ik was wel mee bezig met zorgen dat we... Zorgen dat je wat? Ja, dat het een leuk filmpje werd. Ja, moeten we ook helemaal niet doen. Nee. Oh. Ah! Zie je, ik zorg wel voor een leuk filmpje. Ik val uit die boot. Val je uit de boot? Ja, ik ben uit de boot gevallen. Maar heb je dan op rechts geklikt? Ja. Dat moet je ook niet doen. Weet ik. Ja, oké. Gaan we weer. Oh, PC loopt slecht, zeg. Er zitten hier hondjes in het water. Oh, dat vind ik eigenlijk wel gezellig. Dat zijn wolfjes, denk ik, toch? Ja, ik denk het wel. Hier zie ik nog een redstone. Kan zijn dat ik straks eventjes de PC opnieuw wil opstarten, hoor. Oh. Ja, hij loopt nou echt heel vaak heel erg ruk te doen. Dat vind ik niet zo leuk. Nou, we zitten lekker... lekker te trappelen. Lekker water trappelen. Ik zit heel heftig om me heen te kijken dat ik klei mis. Maar er werd niks over klei gezegd, toch? Nee, er werd niks over klei gezegd. Nee. Dus het kan net zo goed zijn dat... Oh, daar. We moeten naar links. Oh. Oh, dat bouwt gewoon heel langzaam op. Ja. Heb jij dat ook? Ja. Oké. Nou, moe. Dat zal wel weer een tegenvallen van die server. What the fuck. Of leg dat dan gewoon aan ons? Ik denk dat we er hier uit moeten. Want hier kom je dan zeg maar omhoog bij een soort waterval. Even kijken, hoor. Ja, ik kom daarheen. Nou, moe. Hij bouwt hem wel heel erg langzaam op. Jeetje. Zware map of zoiets? Weet ik niet. Lukt het? Want je zit de partij te kloten. Ja, ik probeer hem even netjes langs de kant te parkeren. Oh, en hij is kapot, mijn boot. Nee, ik zie hier een trappetje. Oké. Ja? Ja, heb. Ja. Oh, je gaat er... Ik ga ervoor. Hé, hey, maar dit is geen redstone, maar het is wel een torch. Dus nou ja, er zat toch een torch hier aan de oever. Hmm. Aan de oevert. Heb je die niet gezien? Ja, we komen hier bij een of andere castle. Dan moeten we zeker weer een knopje zien te vinden die er niet is. Is dat geen clay, dit? Dat is clay. Niet dat ik er wat aan heb. Wat heb ik hier nou aan wat ik doe? Nou, waarschijnlijk niks. Godver. Ik loop hier even de trap op. Kan ik wat zien? Nee. Bosjes mogen ook kapot, geloof ik. We hebben de rules niet gelezen, dat is een beetje stom. Oh ja, dat is best stom, ja. Ja, er was een tekstbestandje met rules en toen dacht ik al, ha! Rules! Houden wij ons We're going, we don't need rules. Au, au. Ik ben benieuwd hoeveel mensen weten wat voor referentie dat was. Hier is niks, hierboven. Nee, ik weet niet eens welke referentie dat is. Echt niet? Back to the Future. Oh. Oh, wacht. Einde van deel 1. Wat is dit? Voor de... Dit is iets. Oeh! Wat? Ja, ik heb een red torch. Hoe kom jij daar? Hoe kom jij daar? Ik ben omgelopen. Oh ja, dat kan. Hier. Hier. Ja, dat heb ik kapot gemaakt. Oh. Is het de bedoeling dat we gewoon zo omlopen? Ja, waarom niet? Het kan. Want er zit gewoon een gat in. Oh. Ja, dat was klei. Dat heb ik er net weg zitten pikken. Even kijken hoor. Read note 2. Shit. Ik zat er net in. Het helpt niet als ik dan een iPad moet pakken. Hier zit de douw, ik zie het. The note is obviously written by the prisoner kept in this dungeon. It's written in charcoal on brittle old paper. Oh great, dan kan ik dus straks weer een plaatje vinden van brittle old paper. Obviously. Zo. Blip, blip, blip. Obviously. Daar moet je geen stijve lipjes voor hebben. Obviously. I've heard the guard talk about some tree that grants long life. They believe it is at the end of an underground temple. It's altijd een tempel. I've also heard them talk about strange lights from sunken ruin in the lake. Strange lights from a sunken ruin in the lake, zou ik zeggen. They say the best view is from the top of the tower. Dus we zijn op zoek naar een sunken ruin in the lake. En on top of the tower hebben we de beste view. Dus we zoeken een underground tempel. En aan het einde van de underground tempel hebben we dus een... Je volgt je het of niet? Nee. Hè? Nee, je zit echt gewoon... Ik heb hier een piece of paper. Oh, dat is dat papier. Ja, en charcoal. Dus misschien, ik pak de charcoal wel. Misschien hebben we er wat aan. Ja, toortjes maken als je hout hebt. Maar heb jij hout dan? Ik heb geen hout. Ja, 2 stokjes van mijn boot. Maar ik heb die boot misschien nog wel nodig. Ik heb mijn boot weer eens kapot gemaakt. Maar on top of the tower. Ja, dan moeten we dus voor de view. Maar ja. Moeten we hier nog een keer opklimmen dan? Ja, waarschijnlijk wel. Nou, go. Jezus, we lopen elkaar een beetje in de weg, hè? Ja. Dus die gaan niet soepeltjes. Nee, voor je het weet dan... Maar zat die trap ook... Oh, hier. Ik denk dat dit de tower is. Oh ja, ik zie hem. Ja, dat ding dat zag ik er net dus ook met varen. Maar daar in de verte zeker, waar ik het net niet kan zien. Ja, jij kan het denk ik net niet zien. Je hebt er in het water heb je een zandpuntje. Ja, en dat zie ik nog net. Ik zie er een red torch op zitten. Ja, oké. Dus ik moet mijn boot weer gaan bouwen. Nee, daar zwemmen we toch gewoon heen, flauwekul. Oh, oké. That hurts. Ja, een beetje wel. Wat is hier de uitgang? Ik weet nu al niet meer aan welke kant dat zat. Ja, dat zat aan deze kant op. Kant? Hier, terug naar de torch. Godver. Wat? Hier toch? Ja, weet ik niet. Ik ben de weg kwijt. Oh nee. Is het hier door de bos? Ik draai een keer en ik ben gewoon... Ik heb lichtingsgevoel van een lilliputter. Waar zit... We stonden... Godverdomme. Waar zit dat nou? Serieus, kom op. Waar ben jij? Ja, ik sta bij die torch op het strand. Ik dacht, we pakken onze boot. Nee, maar het is daar niet. Oh. Nee. Moet ik nou godsamme weer omhoog? Daar, oh. Hier, ik zie hem. Waar ben je? Ja, ik loop terug erin. Ik zie je naam plaatje. Kom maar hier. Ja? Hier gaan we eraf. Niet kapot vallen. Zie je, hier heb je een red torch. En hier heb je zelfs een paadje. Kijk eens joh. Moet er gewoon een paadje volgen. Ja, kennelijk.